volgende week op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag is het weer maandag, weer een nieuwe week. En ik ga weer mijn lenzen even uitdoen. Helaas heb je dat vaker in de week nog niet gezien. Dat doe. Maar ik ga nu mijn lenzen uitdoen omdat ik zo even ga slapen. En ik ga niet mijn lenzen inslapen. Dat is echt niet heel fijn. Want de lenzen in mijn ogen er echt knalrood uit. Net alsof ik wat gebruikt heb dan. Dus dan net alsof ik stoned ben. Dat moet ik niet hebben. Vandaag heb ik weer gewerkt. Ja, logisch, want anders loopt ze niet in mijn kleren. Morgen ga ik iets leuks doen. Ik ga shoppen morgen. Dat ga ik morgen ook doen. Morgen even shoppen. Ik twijfel wel of ik mijn camera meeneem naar het werk. Eigenlijk. Daar twijfel ik wel over, omdat, ja, dat wordt hier dat. Moet ik niet hebben. Want dat is mijn kamer voor 1000 euro een keer. Nou, het is vandaag dinsdag en ik loop mijn moeder hier in de binnenstad in Arnhem. Lopen bij de Primark. Ik ga even hier wat dingetjes voor mezelf kopen. Ik moet even kijken trouwens maar of dit mijn maat is, hè. Moet je hebben? Een emmetje. XL'tje is wel goed. Gewoon fijn. L'tje. XL, die. Ja, die is op zich wel leuk. Doen? In de tas? Ja. Kom maar even. Hier, nee, goed. Voor 9 euro is dit maar, hè? Valt dit 7 euro, kijk eens. Ja. Zal ik het vast? Even kijken voor jou, hè? Kun je blauw ook? Blauw kan ook, ja. XL, personeels mededeling zijn alle medewerkers van de bekende kant en eerste verdieping. Die kan ook, ja, zo kan ook. Die runnen? Ja. Deze. L. Get lost in what you love. Je hebt rooi, hè, wat door rood. Die. Use your energy to love, believe, radiate, attract, inspire. Dat is ook een leuk tekst. Hier. Coffee, but is het eigenlijk een pyjama, dit? Dat is wel een beetje pyjama. Maar hier heb je ook eentje. Een leuk tekst. New York City, Fifth Avenue, London, Canopy Street, Paris, Paris, yeah. Elysees. Nou, ik ben zelf geslaagd bij de New Yorker en bij de Primark. Nu gaan we voor mijn vader even naar de Mediamarkt om daar oortjes te kijken. Ja, voor oortjes te kijken. Want diegene die ik heb, wil hij ook hebben. Alleen bij Coolblue, hier in Arnhem waar we nu naartoe lopen eigenlijk. Of ja, langslopen zo. Die hebben ze daar nou niet op voorraad. Maar wat als ze bij Mediamarkt niet hebben, besluiten online? Dankzij. Bij Coolblue dan, hè? Mm-hmm. Dus ja, helaas. Dus dan gaan we even naar de Mediamarkt voor hem. En dan naar huis. En dan naar huis. Want zo lang zat, gaan we hier lopen.
Ik ben alweer een tijdje lekker hier thuis. Jullie hebben vandaag gezien dat ik geshopt heb in Arnhem. En ik heb natuurlijk wat dingen gekocht. Natuurlijk leren. Ik heb bij de New Yorker en de Primark wat gekocht. Dat ga ik nu even laten zien aan jullie. Dat heb ik hier op de tafel neergezet. Al die twee die tassen. De tas van de Primark scheurt inmiddels wel uit. Maar ja, papier. Hè, dus dat houdt niet echt lang. Dus ik ga tot eerst van de Primark laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb hier twee pyjama's. Deze. Dit is echt een leuke. De tekst staat hier op de voorkant. Op het kaartje. Hier zit I Avo Crush on You. En dat is best wel een leuk pyjama. Maatje XL. En hij heeft 10 euro gekost. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dus dat is nog relatief goedkoop. En ja. Bij de Primark kan ik natuurlijk heel veel voor heel goedkope dingen kopen. En dan deze pyjama ook nog met de Garfield erop. Maatje L. En is ook heel erg leuk. En die heeft, even kijken, 16 euro gekost. En ja, ik heb hier dan ook nog wat t-shirts. En dan deze t-shirt dan. Daar staat ook Confidence op. En daar staat nog een leuke tekst verder onderop. Een maatje XL. Ik vind t-shirts die wat ruimer zitten wat lekkerder. En dan heb ik ook deze groene t-shirt. Ook bij de Primark voor 3,50. En die andere, deze, kost ook 3,50. 2 keer XL deze. En dan had ik nog deze leuke t-shirt met van die paddenstoeltjes ook erop. Ook voor 3,50. 2 keer XL. En dan, sorry. Deze. Ook bij de Primark. Ook voor 3,50. Ook XL. Dus dat was de Primark. Nu de New Yorker. Ik heb 3 broeken gekocht. Ho. Deze leuke cargo broek. Bij de Primark gekocht. Deze kost 30 euro. En deze heb ik in een XL. Er zit gewoon wat lekkerder. Deze is wat dunnere stof. Is wel lekker voor een zomerrok en zo. Deze heeft dit leuke band. Kan je dus zeg maar vastklikken aan elkaar. Dat is wel heel erg leuk. En deze zak heeft ook zijn rits helemaal rondom. Dus dat is ook echt heel leuk. Maar dan heb je ook zo'n flapje hier dan zitten. En dan is een hele bandcycle van de broekspijp. En dan hieronder op als een kruis. En dan heb je hier dan zo'n band onderaan de broekspijp. Dus nauwsluitende broekspijp is wel heel fijn. En dan hij ligt nu achterstevoren trouwens. Hier. Maar dan heb je ook van die touwtjes waarmee je hem vast kan knopen en zo. En dan hier aan de andere zijde heb je net zo'nzelfde zak en zo. Met zo'nzelfde band die je vast kan knopen. En ja, dus deze XL. En dan heb ik hier deze broek. Zo'n kakkenbroek. En deze heb ik dan 2 keer. En dat is dan een XL. En die heeft dan hier zo'n band lopen met tekst. En hier dan eentje. Die zit op de zak. En dan hier ook weer wat. En dan wil je ook zo met zo'n van die touwtjes. Waarmee je de broekje vast kan maken. En dan hier is zo'n smiley op deze zijde. Dus deze heb ik dan 2 keer in een XL'tje ervan. Deze zit dan een beetje als een joggingbroekachtig. Dat voelt niet zo aan, maar is het wel zo. Dus ja, die twee broeken die ik je net dus liet zien, die kosten ook 30 euro allebei. Dus in totaal was ik bij de Primark
51 euro kwijt en bij de New Yorker 90 euro. Dus ja. Dus al met al ben ik gewoon geslaagd vandaag met shoppen. Dit zijn de dingen die ik wil hebben. Dus die heb ik al gekocht. Geen andere onnozele dingen die ik niet nodig had. Het is vandaag woensdag en ik ben vanmiddag bij de tandarts geweest voor de wortelkanaalbehandeling. Daarom zeg ik net ook een pijnstillingen nemen. Waarom ik naar mijn mond grijp is, ik heb toch last. En het kan zijn dat ik misschien een beetje raar praat. En dat komt allemaal doordat die tand dat eraan gezeten is. Want ik heb ook pijn. Nu, behandeling zelf deed geen zeer. Alleen nu heb ik er wel last van. En daar heb ik ook een beetje hoofdpijn. Een ramp. Ik ga gewoon even kijken hoe ik vannacht slaap. Als ik er gewoon niet goed door heb geslapen, ga ik gewoon niet werken morgen. Ik denk ook niet dat ze wat aan me hebben als ik niet goed slaap. Of geslapen heb. Ik heb gewoon nu pijn, last, zelfs als ik praat. Dus ik moet gewoon even kijken als ik echt nog steeds even last heb als ik praat. Ja, sorry, maar dan blijf ik thuis. Laat zien de voorkant. Leuk of niet? Het is vandaag zondag en ik ben lekker gedust zoals je ziet. En ik loop al in mijn pyjama, in een Garfield pyjama die ik van de week bij de Primark had gekocht. Het zit echt heel lekker. Lekker warm ook. Hij is voor nu, voor dit tijd van het jaar, een beetje de richting lente, niet meer zo heel warm. Het is gewoon echt lekker. Het is ook niet zo heel dik. En ja, hij zit gewoon hartstikke lekker. En ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Vandaag heb ik dus ook, dat heb je hiervoor ook gezien, brownies gemaakt met chocolate chip cookie laag, oftewel broekies. En ik zag er van de week staan in de supermarkt en ik dacht, ik heb wel eens een keer zin om deze keer wat te maken. En ja, dus toen dacht ik, laat ik het maar een keer doen. En voor de vlog was het ook een leuk, dacht ik ook zo. En ja, vandaag verder op de bank hangen of wat vlogs al gekeken. Ik moet nog wel even zo kijken. Ik vandaag verder alleen op de bank hangen daarna. En de was ophangen natuurlijk en gekookt en alvast gedaan. Voor de rest een beetje schoongemaakt ook in de tussentijd. Maar voor de rest, niet heel veel bijzonders dan vandaag. Lekker ook even gegamed. Voor de Xbox ook gezeten. Dus eigenlijk als dat hetgeen dat ik vandaag heb gedaan.
ja, gisteren natuurlijk weg geweest. Was wel even lekker. Vandaag was het ook wel mooi weer, maar ja, dacht gisteren van ik ga even erop uit. Anders was ik vandaag naar het Arboretum gegaan. Dus ja. Voor de rest, ja. Niet veel, ik ga zo tijdelijk slapen. Dus eigenlijk wil ik deze week vlog afsluiten. Ik hoop dat je deze week vlog leuk vond. Doe zeker ook even een duim omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren om mijn kanaal te abonneren. Druk zeker op het belletje, zo krijg je altijd de melding wanneer ik een nieuwe weekvlog of een andere video upload. Zelfs wanneer ik jouw reactie vastzet, hartje geven of like of erop reageer, krijg je een melding. Ben je nog geen lid van mijn Discord server? Join zeker even. Wordt even lekker lid. Hartstikke leuk zijn. Want ze kunnen elkaar ook beter leren kennen. En ja. Ja, voor de rest. Niet veel bijzonders. Dus laat uiteraard ook een leuke reactie achter. En zie je de volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.